beste collega's, ik heb weer een mooie casus voor jullie. We kijken hier dorsaal op de elleboog. Links is proximaal, rechts is distaal. Hier zien we de spierbuik van de triceps. Hier zien wij de tricepspees die hier insereert op het olecranon. En dit is de plek waar we de fossa vinden, de fossa olecrani. Ik zal hem nu aanzetten, want het is een filmpje. Mogen jullie eens even kijken wat we hier precies zien. Als we dan even verder gaan, heb ik dezelfde regio gescand met de Doppler. En als we nog even verder kijken, hebben we hier de dwarsopname, waarbij we nu beginnen bij de triceps dwars ter hoogte van de humerus schacht en langzaam naar distaal bewegen. Hier zien we de trochlea en hier zitten we al op het olecranon, dus triceps. Hier komt de trochlea en dit hier is het olecranon. En ik ben heel benieuwd wat jullie verwachten qua klinisch beeld bij deze patiënt en wat de eventuele afwijkingen zijn die we hier zien.